Hey, ik heb een negatieve getallen, maar let op. Het wordt nu, sorry. Het wordt nu anders. Je hebt tot nu toe steeds gehad min 8 plus 3 of min 8 plus 3 min 5. Die dubbele tekens zo in het midden, dat heb je nog niet gehad. Wel misschien in de uitleg, maar nog niet in je sommen. Nou, daar gaan we. Dan ga ik jullie laten zien hoe dat het moet. Ik heb er een algemeen filmpje over. Dat is wat doe je met min min, wat doe je met min plus, hoe zit het met plus min. Niet waarom. Ja, die heb ik ook, maar dan moet je in de oude afspeellijst kijken. Van editie 12. Maar ik laat vooral altijd zien hoe doe je het. Want vroeger dacht ik altijd nog, ja, maar jullie willen weten ook waarom. Maar jullie hebben het gewoon heel druk. Jullie willen gewoon weten, hoe moet ik dit doen? We gaan beginnen. Min 8 plus min 3 is gelijk aan. Soms leg ik wel uit hoor, waarom het is, want het blijft beter plakken. En sommigen willen het gewoon weten. Plus min. Je neemt hem eerst over. En dan omcirkel je het dubbele teken in het midden. Daar maken we een min van. Maar let op, deze tussenstap, dat is ook weer iets wat iedere docent bijna eist, dat je dit ook opschrijft. Dit verplicht niet iedereen, maar dit wel. Bijna, ik heb zo zoiets, ik ken geen docent die dit niet verplicht is. Wie dit niet, die dit niet zegt dat dit moet. Dus ik ken geen één docent die zegt dit mag je overslaan. Nou, nu gaan we dit uitrekenen. Ik heb er 8 tekort. Ik haal er nog eens 3 af. Dan kom ik uit op min 11. Dit mag je op een gegeven moment gaan weglaten. Maar in het begin is het heel belangrijk. En met name omdat je ze anders misschien gaat verwisselen. Met bijvoorbeeld deze. Kijk, min 8 plus 3. Dan mag je niet zeggen, oh, min plus, dat wordt min. En als je het moet omcirkelen in het midden, dan zie je ook van, ja, je staat een 8 tussen, dus dat mag niet. He, dus daardoor, doordat je omcirkelt, dan weet je, het gaat alleen maar die plus min. En die min min en die plus min, dat dat verandert. Dat is alleen, is echt alleen, als ze samen in het midden staan. Nou, dat is hier niet. Dus je hebt hier gewoon min 8 plus 3. We hebben de 8 tekort. We tellen er 3 bij op, dus we gaan omhoog. Wordt niet min 11. Want we gaan niet verder naar beneden. Nee. Dit wordt min 5. En dan gaan we naar C. Hoppa. Even kijken, heb ik nou iets? Nee, ik dacht even dat ik een mintekentje had weggedaan. 8 plus min 3 is gelijk aan. Hier maak je van plus min een min. Dan neem je hem over. Dat moet echt, hoe flauw het ook lijkt, het moet gewoon is gelijk aan. 5. Door dit jullie zo over te laten nemen, leren we jullie het aan. Net zoals dat je bij Franse woorden of bij Engelse woorden, bijvoorbeeld huis, home, huis, in het Engels dan, hè? Home, huis, home. Door zo te schrijven leer je het en dit is een beetje hetzelfde principe. Dan gaan we naar D. Naar D. Je hebt er 8 tekort. Ik ga er nog eens 3 van afhalen. Dan kom ik uit op min 11. En deze twee, die zijn dus eigenlijk gelijk, hè? Want die plus min wordt ook een min. Dus deze twee zijn eigenlijk aan elkaar gelijk. Dan gaan we naar E. Ja, die is te simpel voor woorden. Die ga ik niet eens helemaal. Oh. Mijn scherm is over de vlos. Dit is gewoon 5, hè? Dat is ja, 8 min 3. Ik snap wel waarom ze het tussen doen. Want je hebt zoveel met min gedaan dat je bijna min 5 op zou schrijven. Min 3 eraf 8. We hebben 3 tekort. We gaan dan nog eens 8 naar beneden. Dan kom je dus uit op min 11. Gaan we naar G. Daar komt die. 3 plus min 8 is gelijk aan. Sla wel veel regels over. Als je dit zo doet, dat er hier niet nog een som staat waar je dan maar weer in gaat schrijven. Echt zorgen dat je goed papier overslaat. Dus je zegt, ja, dat kost me te veel papier. Loop je even langs mijn lokaal. Ik heb altijd schrift, hè, voor jullie. 3 min 8. Nou, dan mag je niet meteen het opschrijven. Even overnemen. 3 eraf 8 is gelijk aan. Je zit op 3. We zakken er 8. Dus je komt uit op min 5. Gaan we naar H. Ik vind het zo fijn dat van die eenvoudige getallen zijn. Als je dit met 31 en 27 moet doen, dan rekent het gewoon gelijk minder lekker. Min 3 plus min 8 is gelijk aan. Jullie moeten dit omcirkelen en een minnetje schrijven. Bij mij. Bij mij. Dan krijg je dus min 3, min 8. En deze tussenstap moet vrijwel bij iedereen. Min 11. En dan de laatste. De laatste. Dat is som i. Min 3 plus 8
is gelijk aan 5. Je hebt er 3 tekort. We gaan er 8 omhoog. Dus je komt uit op 5. Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje.